Burgemeester Gerritsen, een nieuw jaar. Ja. Kijk eens terug naar 2016. Wat waren de hoogtepunten en wat waren de dieptepunten? Ja, kijk, voor mezelf is het natuurlijk een absoluut hoogtepunt geweest mijn komst hier naar Almelo. Het ondervinden van het vertrouwen van de raad en van de gemeente om hier burgemeester te mogen zijn. Ja, en het hoogtepunt staat hier achter me dat we ontzettend veel jongeren in deze gemeente hebben waarmee het gewoon goed gaat. En dat is de toekomst van Almelo. Toekomst van Almelo, 2017, een jaar waarin heel veel moet gebeuren. Wat was voor u in 2016 de reden om in te stappen in Almelo? Want het was een gemeente met een probleem. Almelo is een gemeente met vraagstukken, hè? Daar kun je niet omheen. Financieel, economisch, er is veel werkloosheid. De samenwerking in Twente, waar Almelo ook deel van uitmaakt, daar moet veel in gebeuren. Dat was een uitdaging om burgemeester in Almelo te willen worden. Ook omdat ik... Ja, je moet het bijna zeggen, omdat ik van deze stad hou en er nog steeds meer van ben gaan houden. En ook, ja, ook met andere mensen een opdracht voelen om die stad vooruit te helpen. Dat geeft heel veel inspiratie in het werk van een burgemeester. Hè. Dat ondervind je in Almelo heel sterk. Mijn voorganger sprak ik vorige week, burgemeester Hermans. En die zei, Almelo is een stad waar je aan verslaafd raakt. En daar heeft ze helemaal gelijk in. Op het moment dat u kwam, waren de problemen groot. Maar nu, begin van 2017... kun je zeggen dat Almelo toch fantastisch op de rij heeft? Nou, dat kan niet door mijn aanwezigheid van de afgelopen 3 maanden zijn gebeurd. Want dat zou wel een heel mooi wonder zijn. En dat is niet zo. Want er is nog genoeg te doen. Zowel financieel. De gemeente staat er financieel nog steeds bijzonder slecht voor. We moeten echt goed bezuinigen. Tegelijkertijd ook blijven investeren. Dus heel zorgvuldig met de gemeentelijke middelen omgaan. Om het hoofd boven water te krijgen. En dat gaat ook gelukken. We hebben daarin als college en als gemeenteraad ook goede plannen voor ontwikkeld. Op het vlak van de leegstand van winkels. De vernieuwingen in het centrum. Er moeten nog heel veel stenen gesloopt worden. Maar ook nog heel veel stenen weer gestapeld worden. Om een nieuwe impuls in de openbare ruimte te geven. Ja, en we hebben nog steeds te veel mensen in de gemeente die geen werk hebben. Mensen die op grote afstand staan van wat wij allemaal heel normaal vinden. En ook daar moeten we met elkaar onder dat tegengaan van dat verschijnsel. Daar moeten we de schouders onder gaan zetten. En dat doe ik graag aan mee. U hebt in uw toespraak aangegeven dat u samen wilt werken met de bewoners van Almelo. En dat ze niet raar moeten staan te kijken als u straks een keer bij hun op de stoep staat. Ja, terecht. Kijk, hier in het gemeente kunnen we een heleboel dingen doen. Hè? We kunnen een heleboel dingen bedenken. Maar de echte denkkracht en de ideeën van hoe men nou de eigen buurt, de eigen omgeving zou willen... Ja, hoe je mensen daar willen wonen, hoe ze daar willen leven, hoe ze zorg willen krijgen, hoe ze naar winkels willen kunnen, hoe ze het daar met openbaar vervoer geregeld is. Dat kunnen ze het beste zelf bedenken. Je kunt vanaf de gemeentelijke tekentafel van allerlei dingen ontwerpen, maar het echte draagvlak vind je in de wijken en in de buurten van de stad. En daar wil ik graag naartoe. Een van de dingen waar u ook de nadruk op legde was de samenwerking met de omliggende gemeenten. Ja, dat is heel belangrijk, is altijd belangrijk. Twente is te klein om niet samen te werken met de gemeente, met elkaar. De 14 Twentse gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om de koppen met elkaar te steken. En waarom? Omdat onze inwoners, onze bedrijven, onze onderwijsinstellingen, onze ziekenhuizen, allemaal werken ze op Twentse schaal samen. En gemeenten kunnen daarin niet achterblijven. Dat doen ze ook niet helemaal. Maar ook het komende jaar moeten er nieuwe beslissingen worden genomen over de samenwerking in Twente. Ja, dan is het wel alle hens aan dek, ook bij de gemeente. We willen er niet omheen en we kunnen er niet omheen. De jeugd. Ja, de jeugd. Ik ben heel blij met de opzet van deze nieuwjaarsreceptie. Het is een nieuwjaarsfestival waarin heel veel jongeren dansen, muziek maken, meedoen. En ik heb 2 junior stadskanjes op het podium gehesen. Anouk en Bente, ze hebben allebei de junior stadsprijs gewonnen eerder vorig jaar, eind vorig jaar. En ik zei het al even, ik ben apetrots op het feit dat ze hebben willen komen hier. En ik ga graag ook de komende maanden, neem ik ze een aantal malen mee met mijn werk. Wil ik ook de dingen bezoeken die zij belangrijk vinden, die ze doen. Ook omdat zij het symbool zijn eigenlijk voor de jongste generatie in onze stad. Want wij hebben allemaal, u ook en ik ook, nog een lange toekomst. Maar zij zijn echt onze toekomst. Betekent dat de impulsen die zij gegeven hebben wellicht navolging verdient en misschien ook krijgt bij andere jongeren? Ja, dat hoop ik. Hè? Want het zijn parels, deze 2 kinderen. En ook die andere genomineerden voor de prijs, die de prijs niet gewonnen hebben, hebben hele goede dingen gedaan. Ja, je wordt heel blij je krijgt een heel blij gevoel van het feit dat je jonge mensen ziet die zo positief voor hun naasten bezig zijn. Of dat nou een zieke, oudere vrouw is die naast ze woont, of hun eigen club. Of ja, mensen die ze helemaal niet kennen. Doordat ze, ja, zoals wat Anouk gedaan heeft, paasbakjes gaat maken en die gaat verloten. Of mensen die het niet breed hebben een leuke avond gaat geven. Ja, dat zijn voorbeelden die hopelijk heel veel navolging krijgen. En dat is nodig. En dat is zeker nodig. We doen het met elkaar goed in de stad. Voor een stad als Almelo.
voor een stad als Almelo. Het gebeurt overigens gelukkig ook veel. In deze stad geven mensen heel veel om elkaar. En dat moeten we benadrukken en laten zien. We kunnen eindeloos met elkaar de vinger leggen op dingen die niet goed gaan. Maar er gaat zoveel goed in deze stad, daar mogen we trots op zijn. Ik merk aan u, zoals u nu voor de camera staat, dat u een gelukkig mens bent. Zielsgelukkig, ja. Ik wens u het allerbeste voor uzelf, voor uw familie en voor de stad Almelo. Dank u wel, wederzijds.